Goedemiddag. Inderdaad, mijn naam is Kees van Wijk. Ik werk bij ING in het innovatiecentrum in het blockchain team. We hebben vandaag al eerder de term blockchain voorbij horen komen. De eerste presentatie. Mochten we wat verder in de toekomst kijken wat het ons mogelijk allemaal zou kunnen bieden. Ik wil in deze presentatie ook eventjes met de voeten op de grond. Waar staan we nu met blockchain? Wat bestaat er allemaal met blockchain op dit moment? Maar voor ik begin, zou ik u willen vragen, wie van u is bekend met blockchain? Ja, een groot aantal. Misschien ook een aantal die het al dagelijks gebruiken in het dagelijks werk. Niemand? Misschien iemand die in één zin uit zou kunnen leggen wat blockchain betekent, wat het is? Oké, in dat geval wil ik bij het begin beginnen. Ik zal straks eerst uitleggen wat is blockchain, waarom het zo belangrijk is. Daarna zal ik wat concrete praktijkvoorbeelden noemen, wat applicaties die we vandaag de dag kunnen gebruiken, die blockchain technologie gebruiken. Dan wil ik wat dieper inzoomen op drie belangrijke aspecten van blockchain. Het is een shared ledger, het is immutable en we hebben smart contracts, daar ga ik straks alles over vertellen. Om tot slot toch ook nog eventjes vooruit te kijken. Het zal u niet ontgaan zijn. Er is heel veel media-aandacht over blockchain. The Economist noemt het de trust machine. Blockchain, de technologie achter Bitcoin, de technologie die verschillende partijen in staat stelt om elkaar te kunnen vertrouwen. De trust waarover vandaag al eerder gesproken is. Trust tussen partijen die elkaar mogelijk niet eens kennen. Waar we op dit moment met traditionele technologie nog een trusted third party, een centrale partij nodig hebben daartussen. Om een concreet voorbeeld te noemen, Bitcoin, waar we tot nu toe een bank of een centrale bank nodig hebben om zeker te weten dat elke euro maar één keer wordt uitgegeven. Bij Bitcoin is het decentrale netwerk en de cryptografie in dat netwerk die ervoor zorgt dat elke Bitcoin maar één keer wordt uitgegeven, zonder dat daar een centrale partij bij komt kijken. Om dat decentrale even concreet uit te leggen, heb ik een voorbeeldje van betalen. Links het plaatje met het clearinghouse. En links het plaatje zoals wij vandaag de dag betalingen doen. Als ik een betaling doe naar iemand die bij een andere bank bankiert, dan gaat dat altijd via een tussenpersoon, via een centrale bank. Die bank die houdt bij wie bezit wat. Nou, de nadelen die laten zich raden. Dat is een single point of failure. Er zit een beschikbaarheidsprobleem. Er zitten hoge kosten aan, het is inefficiënt. En in het geval van eurobetalingen kan die betaling tussen banken alleen plaatsvinden tijdens kantoortijden. Nou, als ik in het weekend een betaling doe, gaat die maandag pas door. Als we dan kijken naar het rechterplaatje, distributed ledger, blockchain technologie, daar is geen centrale partij meer nodig om vast te stellen wie wat bezit. In het rechterplaatje kan er 24x7 instant gesetteld worden tussen verschillende partijen. Nou is blockchain, de technologie achter Bitcoin, het is echt de oorsprong ligt bij Bitcoin. Alleen blockchain is niet gelimiteerd tot betalingen. Blockchain is niet gelimiteerd tot de financiële sector. Eigenlijk de unieke karakteristieken van blockchain, de trust, de immutability, het decentrale, die unieke kenmerken, die zijn nuttig. Ja, voor heel veel andere toepassingen. Dus ik wil graag even een paar voorbeelden de revue laten passeren van toepassingen die vandaag de dag al live zijn met blockchain. Dit is geen toekomstmuziek. Allereerst Steemit, een social network op blockchain. Het is niet meer één centrale WizKid die bepaalt hoe er met uw privacy wordt omgegaan
of welke andere spelregels er gelden op dit sociale netwerk. Het is een decentraal sociaal netwerk. Everledger, trackt de herkomst en het eigendom van diamanten. Elke diamant heeft unieke kenmerken. Die worden vastgelegd op de blockchain. En op deze manier ligt het immutable vast. En kan je vertrouwen dat wat er in die blockchain staat, wie de eigenaar is, dat het ook echt correct is. KYC-chain. Alle persoonsgegevens op de blockchain versleuteld met de private key van de betreffende persoon. En alleen de eigenaar van die gegevens, dus stel mijn paspoort staat erop, dan kan ik aangeven, ik wil een bankrekening openen, dus de bank mag mijn paspoort inzien. Arcade City, de decentrale Uber. Het is niet langer de WizKids in Silicon Valley die aan de knoppen draaien hoeveel een chauffeur mag verdienen. Nee, het zijn de smart contracts in de blockchain die hier bepalen hoe deze dienst functioneert. Follow my vote. Transparant, decentraal stemmen. Geen verkiezingsfraude meer door dezelfde cryptografie die Bitcoin secure maakt. Diezelfde cryptografie zorgt ervoor dat er geen fraude optreedt met het stemmen. Last but not least, Ripple. 24x7 cross-currency vreemde valuta betalingen met blockchain technologie zonder centrale bank. Oké, ik heb uitgelegd wat blockchain is en wat concrete voorbeelden genoemd. Ik wil nu even wat dieper inzoomen op een aantal belangrijke aspecten. We beginnen met shared ledger, daarna de immutability en de smart contracts. Shared ledger, als je het letterlijk zou willen vertalen, gedeeld kasboek. Waar we tot nu toe, elk bedrijf zijn eigen administratie heeft. En als er een belangrijke transactie tussen partijen moet plaatsvinden, moet daar een trusted third party bij komen. Een notaris, een bank, et cetera, et cetera. Daar hoeft dat niet bij blockchain. Dat komt doordat elke deelnemer in het blockchain netwerk, die heeft een volledige kopie van alle data. En elke deelnemer, elke node in het blockchain netwerk, die ontvangt alle transacties die geïnitieerd worden op dat blockchain netwerk. Dus dan kijken naar de lifecycle, hoe dat precies werkt, hoe de flow van een transactie door de blockchain. Dan zien we helemaal links dat een transactie die wordt als eerste ondertekend door een eindgebruiker. En nogmaals, die transactie, dat hoeft geen betaling te zijn. De transactie kan van alles zijn. Het kan ook een onderhoudsmonteur zijn die een onderhoudsbeurt uitvoert op mijn auto. En dat vastlegt, zodat de volgende eigenaar van mijn auto, dat ik aan kan tonen, mijn onderhoudshistorie staat in de blockchain. Dus die kunt u vertrouwen. Het is ongeacht welke toepassing, het begint met een bericht naar de blockchain die ondertekend wordt door de desbetreffende betrokkenen. Dan worden alle transacties verzameld in blokken. Die blokken worden gehashed. Daar heb ik niet al te lang bij stilstaan. Dat betekent dat er een unieke en herleidbare waarde wordt gegenereerd per transactie en per blok. Dat nieuwe blok met al die transacties, dat wordt gedeeld binnen het netwerk. Alle andere nodes die ontvangen dat blok en die gaan dat valideren. En als het valide is, dan accepteren ze dat door de volgende blokken te maken na dat blok wat zojuist gevalideerd wordt. Dus elke blockchain is een chronologische volgorde van blokken, waarbij elk blok verwijst naar het blok daarvoor. Een paar belangrijke concepten in de blockchain. Ja, blok natuurlijk, dus verzameling van transacties. De enige reden dat we blokken hebben in een blockchain is omdat we geen consensus willen bereiken op transactieniveau. Dat zou te veel overhead geven, dus we groeperen ze in blokken. En op blokniveau krijgen we die consensus. Transacties, nou, genoeg daarover gezegd. En de consensus. Dus de overeenstemming binnen het netwerk over wat is de waarheid. Als we dan kijken, consensus, er zijn verschillende mechanismes. Meest bekend is natuurlijk Bitcoin, maar ook Ethereum, een ander populair publiek
blockchain netwerk, die gebruiken proof of work. Dat betekent dat iedere node in het netwerk, iedere deelnemer in het netwerk, die voert een wiskundig moeilijke puzzel uit om daarmee te proberen dat als eerste op te lossen. En als dat lukt, krijg je een reward in bitcoins. En mag je de gevonden oplossing voor dat probleem mag je distribueren. Ik wil in deze talk niet inzoomen in dat specifieke wiskundige probleem en hoe dat opgelost wordt. Als iemand daarin geïnteresseerd is, dan kan het misschien aan het eind van de dag tijdens de bol. Dan wil ik dat met alle plezier uitleggen hoe dat precies werkt. Wat ik wel graag wil zeggen is dat de proof of work, dat is heel bekend doordat het gebruikt wordt bij bijvoorbeeld Bitcoin. Maar dat is niet de enige manier. Er zijn ook andere. Proof of stake, waarbij degene die de meeste assets heeft in een netwerk, die heeft de meeste prioriteit om een blok voor te stellen. Paxos en RAF, twee vormen van PBFT, die ook gebruikt worden in traditionele gedistribueerde databases. Wat belangrijk is om hier te onthouden, is dat de kenmerken van proof of work, die ook een limitatie zijn voor Bitcoin, namelijk hoge energiekosten, omdat er heel veel CPU-kracht, heel veel computerkracht voor nodig is. Ander kenmerk is de lage volume, de lage transactiesnelheid. Die kenmerken zijn specifiek voor Bitcoin, niet voor blockchain. In blockchain zijn er andere mogelijkheden om consensus te bereiken. Efficiëntere manieren. Een ander deel wat ik graag wil toelichten is blockchain netwerken. De bekendste zijn publieke netwerken. Iedereen met internettoegang kan een adres aanvragen op die blockchain en kan er transacties op gaan doen. Dat stelt hele hoge eisen aan de security. Daarom gebruiken ze ook proof of work, die is heel secure. Maar het heeft ook als nadeel dat er minder volume op kan plaatsvinden. Minder transactie, lagere transactiesnelheid. Hoe wij het zien is dat blockchain netwerken gebruikt zullen worden als permissioned netwerk. Waarbij ze wel decentraal zijn, maar waarbij de deelnemers zelf wel afstemmen wie ze toelaten op dat netwerk. En niet iedereen met internettoegang. Ja, een paar belangrijke platformen. Ethereum, die ik net al noemde, die wordt veel gebruikt. Multichain is de technologie achter Bitcoin. Eris, HydraChain, Hyperledger en BigChainDB. BigChainDB is voor big data in combinatie met consensusmechanismen van de blockchain. Eris, HydraChain en Hyperledger zijn specifiek voor permissioned netwerken. Dus hoge volumes, maar niet iedereen mag erop. Alleen organisaties die dat onderling afstemmen. De immutability. Elke transactie die je naar een blockchain verstuurt, die ligt daar voor eeuwig in vast. Nou, hoe wordt dat bereikt? Als we kijken naar het plaatje van de blokken en daaronder de transacties, dan wordt elke transactie wordt gehashed. Ja, dus er wordt een unieke, maar herleidbare waarde voor bedacht. Die hash wordt opgenomen in een blok. Het blok zelf wordt gehashed. En die hash die komt in het volgende blok. Belangrijk om hier te onthouden is dat mocht ik een transactie willen wijzigen, dan zal ik dat blok moeten wijzigen. En ook alle blokken die daarna gegenereerd zijn, omdat ze namelijk allemaal een verwijzing hebben naar dat blok daarvoor. Dus daarmee zeggen we dat ja, hoe langer, hoe meer blokken erna zijn gekomen na een bepaalde transactie, hoe moeilijker een transactie te wijzigen is. In de praktijk zeggen we, als er 6 confirmations zijn, 6 blokken die gemaakt zijn na je transactie, dan is het onwijzigbaar. Het voordeel van dat hashen, zeker in combinatie met proof of work, is dat het de gegevens makkelijk te valideren zijn, maar dus heel moeilijk te wijzigen. Laatste concept, smart contracts. We hebben gezien dat blockchain een aantal hele belangrijke karakteristieken heeft. Ja, dus de trust, geen centrale partij meer nodig voor de trust. Immutability en het decentrale karakter. Smart contracts voegt daar nog iets aan toe, namelijk business logica. Business logica die door alle deelnemers in dat netwerk gedraaid en gevalideerd wordt.
Veel gebruikt, populaire platform is Ethereum hiervoor. Die biedt een Turing-complete virtual machine. Nou, dat betekent, dat komt eigenlijk in het kort op neer dat je alle toepassingen die je maar kan bedenken, die kan je hiermee bouwen. En die kan je laten draaien op de blockchain. En als we nou kijken, wat betekent dat nou concreet? Die business logica in combinatie met de trust. Nou, een concreet en makkelijk voorbeeld is een conditional payment. Ik kan vooraf programmeren, als ik nu een pizza bestel en die wordt voor 5 uur bij mij thuis afgeleverd, dan zal er een betaling plaatsvinden. Dat kan ik nu vastleggen in een smart contract, is niet meer te wijzigen, het is onherroepbaar, het wordt uitgevoerd. Als we dan teruggaan naar alle producten die wij als bank hebben, dan gaat het om betalen, lenen, sparen, letters of credit, commercial paper, maakt niet uit. Het merendeel van de producten, die mappen zich op deze technologie. Die laat zich heel makkelijk modelleren als smart contract. Een letter of credit is in de essentie een conditional payment. Alleen we hebben daar nu nog heel veel papier voor nodig. Als we kijken waar we nu staan met blockchain en het potentieel van de techniek, dan doet me dat denken aan mijn eerste baan. Toen ik begon met werken, toen bouwde ik internetapplicaties voor mobiele telefoons. En ja, je kunt waarschijnlijk wel inschatten, dat was niet vorig jaar. Dat was eind jaren 90, toen telefoons er nog zo uitzagen. Als we kijken naar de situatie waar we toen in zaten. Iedereen was op zoek naar wat is nou de killer app, hè, de beste toepassing. Moet dat het weer worden op je mobiel? Moet dat beurskoersen? We hadden nog geen Tinder en Snapchat. Hè, dus iedereen zat nog een beetje te stoeien daarmee. Technologie was nog een beetje onvolwassen. Als je kijkt hoe je door dit scherm moet navigeren met dat scrollwieltje daaronder. Bandbreedte was heel laag. Er werd enorm veel geïnvesteerd. Dus dat enorm veel ontwikkeling in de technologie. Dit is exact de situatie waar wij nu in zitten met blockchain. Iedereen is heel hard op zoek naar wat is de beste toepassing. Iedereen heeft heel veel ideeën, er kan al heel veel. Maar wat nou echt de killer app wordt, om het zo maar te zeggen, daar is iedereen nog hard naar op zoek. Er wordt enorm veel in geïnvesteerd. Technologie is soms nog wat onvolwassen. Ik denk dat we allemaal eens dingen lezen in de krant daarover. Maar het potentieel is enorm. En ik durf dan ook te zeggen dat iedereen hier aanwezig in de komende jaren, in welke vorm dan ook, te maken gaat krijgen met blockchain technologie.